Hoi, mijn naam is Max van Platen. Ik ben een Nederlandse componist en ik woon in Den Haag. En ik doe mee aan het One Minute Symphony Project van het Residentieorkest. Het idee van deze vlog is dat ik de mensen een beetje meeneem in het maakproces van dit stuk. En het idee van het project is dat de componisten zich laten inspireren door een schilderij. En een schilderij waar mijn stuk over gaat, dat heet De Blauwe Vlam van de Nederlandse schilder Constant Nieuwenhuis. En dat hangt in het Kunstmuseum in Den Haag. Gelijk heel erg typerend is aan dit schilderij, is dat het maar bestaat uit twee kleuren. Een soort rood gloeiende achtergrond met een blauwe vlam op de voorgrond. En naar mijn mening vertaalde dit zich vrij eenvoudig tot muziek. Want in muziek heb je namelijk zoiets als bitonaliteit. Dat zijn twee verschillende toonsoorten die door elkaar heen klinken, waardoor het een heel bijzonder karakter krijgt. Wat ik verder kan vertellen is dat ik zelf als componist het meeste achter de piano componeer. En mij is gevraagd om de fagot een belangrijke functie in het stuk te geven. Dus als ik op de piano al improviserende op zoek ben naar nieuw materiaal, zit ik toch voornamelijk naar melodieën of ideeën of motiefjes te zoeken in een iets wat lagere register, omdat de fagot ook een laag register heeft. Nou, ik hoop op deze manier toch een klein inkijkje te hebben kunnen geven van mijn proces. En hartelijk dank voor het kijken.